Jong Ajax met Kudus in de basis, lange tijd geblesseerd geweest. Hij maakt dus de eerste minuten van het seizoen en de eerste mogelijkheid voor Jong Ajax. Het is Warmerdam, de verdedigende middenvelder met de kopbal. De paal redt Almere, Duivenstein met diepgang. Hille, wat doe je daar? En Raatsi, de doelman van Ajax, kansloos op de inzet van Duivenstein. Het is een handelsmerk geworden, de diepgang op het middenveld van Duivenstein. Die vertrekt hier. En het centrale verdedigingsduo bij Ajax ziet er natuurlijk niet goed uit. En Raatsi heeft ook geen verweer tegen de inzet van Duivenstein. Almere won nog maar één thuiswedstrijd tegen Top Os. Ajax won één uitwedstrijd bij Den Bosch. Verloor onder andere bij PSV vorige week. En dit is Kudus. Net terug. Maakt zijn eerste minuten dus. Raakte geblesseerd in de voorbereiding. En was vorig jaar ook al lang buiten beeld door een zware blessure. Kudus dus met de gelijkmaker. En Ajax is eigenlijk in deze fase ook beter dan Almere. En Ajax is weer weg met Kudus. En lopen de mensen. Die zijn moeilijk te verdedigen. Kudus kijkt. Ah, oh, dit is een heerlijke bal. Nou, deze had er gewoon in moeten regeer. Speelt als rechtsback. Speelde vorig seizoen vaak op het middenveld. Maar wat een heerlijke balbehandeling was dit van Kudus. En zo blijft het 1-1. Op slag van rust is Ajax weer weg. Met Baas. Baas afleggen. Kudus, nou, weer een hoogstandje. En Vince Jim. En zo zijn de beste mogelijkheden voor de belofteploeg van Ajax in deze wedstrijd. Ruststand 1-1. En in de tweede helft weer Ajax met Rasmussen, Vince Jim. Unuvar met een heerlijke balbehandeling ook. Terugleggen. En het is een overtreding. Domme overtreding van Lescois. En scheidsrechter Hensgens wijst naar de stip. Dit is een heerlijke bal van Unuvar. En Lescois met een domme actie glijdt naar de bal in de 16. Terechte strafschop. En bij Ajax De Waal achter de bal. De spits De Waal, nummer 5 van het seizoen. Max De Waal scoorde er vorig seizoen niet zoveel voor Jong Ajax. Maar is dit seizoen dus op dreef. De spits schiet hem keurig binnen. Wout geen verweer. Wat kan Almere nog in deze fase? Nog een kwart wedstrijd. Ajax beter, staat ook verdiend voor. Voetbalt natuurlijk ook veel makkelijker. En veel vrijstaande mensen, veel beweging. Unuvar meegeven aan Baas, voorzetten. En Warmerdam met bijna de 1-3. De reactie is goed van Wout. Opnieuw Ajax met Regeer. In zijn nieuwe rol, dus Regeer met de voorzet. En bij de tweede paal, Unuvar. Deze had wel mogen zitten. En zo is Jong Ajax nog lief voor Almere en blijft Almere in de wedstrijd. Raatsi bokst de bal weg. Dan in de omschakeling. Er staan wat spelers van Almere. Maar ja, je moet wel verdedigen. Maar wel goed verdedigen ook. Want Rasmussen, foutje van Wout, wordt het afgestraft. Ja, dat wordt hier afgestraft. Almere sluit niet aan. Daardoor niemand buitenspel bij Jong Ajax. En dan komt er uiteindelijk de goal. Het is Rasmussen met het schot. Wout verwerkt deze bal slecht overigens. En De Waal ramt hem binnen als spits zijnde. Zijn tweede van de avond en de 1-3. Slecht ingespeeld weer. Breedijk. Overname Ajax. Marta geeft hem mee aan Regeer. De Waal. Ja, weer een strafschop. Overtreding van Flerken. Tenminste, het is Wout die de overtreding krijgt. Dit is Marta met een lekkere bal. En hiervoor geeft dus scheidsrechter Hensgens de strafschop. Het is niet de overtreding van Flerken, maar van Wout. En dus opnieuw een strafschop voor een glaszuivere hattrick. Mag De Waal aanleggen in de 83e minuut. Ah, fantastisch gedaan dit. Panenka deed het in de jaren 70. En De Waal in 2021 heerlijk afgemaakt. En het is 1-4. Echt een dramatische avond voor de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Alhoewel, Teun Wildeboer scoort nog in de slotfase. De debutant aan de zijde van Almere maakt zijn eerste goal. Ja, de buitenspelval klapt niet goed open bij Ajax. Maar Ajax wint dik en dik verdiend van de ploeg van Verbeek met 4-2.